Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 19 mei, met onder andere Opendag Voedselbank in Arnhem, Kasteel Roosendaal 700 jaar, klachten over ziekenhuis Rijnstaten. Vorige week is het kwaliteitsvenster gelanceerd. Volgens de resultaten van het onderzoek heeft het Rijnstaten meer klachten dan andere ziekenhuizen in de regio Gelderland. Het kwaliteitsvenster is opgezet door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hierin worden onder andere het aantal terechte klachten per ziekenhuis in gepubliceerd. Hieruit bleek dat er in 2013 bij het Rijnstaten 19 klachten terecht werden beoordeeld. In het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem was dit er één. Afgelopen vrijdag heeft Kasteel Roosendaal haar 700-jarig bestaan gevierd. Er waren verschillende activiteiten georganiseerd bij het kasteel. Ook de rest van het jubileumjaar zijn er verschillende activiteiten en is er een jubileum-entree. Het is vandaag een hele feestelijke dag, want wij vieren 700-jarig bestaan van Kasteel Roosendaal. Vanmiddag is het officiële programma voor genodigden en dit hele weekend zullen wij het feest 700 jaar Roosendaal vieren. Nou, vanmiddag worden eerst de genodigden ontvangen in de kerk, daarna met een feestelijke optocht hier naar het nieuwe ingangshek van Kasteel Roosendaal, met muziek en daarna met veel kanongebulder zullen wij het startsein geven. De gasten mogen natuurlijk het kasteel en ons mooie park bezoeken. En vanmiddag wordt er ook een speciale voorstelling gegeven. Wordt er gedanst en muziek gespeeld door de Roosendaalse kapel. De dans wordt verzorgd door Introdans. Het kasteel bestaat nu 700 jaar. Kunt u misschien wat vertellen over de geschiedenis van het kasteel? Ja, het begon inderdaad 7 eeuwen geleden en we weten dat heel precies omdat het kasteel toen gebouwd werd. En dat is vermeld in de rentmeestersrekeningen van de graaf van Gelre. Roosendaal was toen zijn eigendom. We weten eigenlijk niet precies hoe het kasteel er 700 jaar geleden uitzag. Er is in die 7 eeuwen ongelooflijk veel gebeurd aan het kasteel. Maar natuurlijk is er ook een prachtig park bijgekomen. En tegenwoordig vormt het samen met elkaar een heel mooi geheel. En is het eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1990 is het kasteel opengegaan voor het publiek. Na een uitgebreide restauratie die Gelders Landschap en Kastelen heeft uitgevoerd. En daarna is het kasteel ook helemaal opnieuw ingericht. En mensen die nu naar Kasteel Roosendaal komen, die kunnen heel goed zien hoe die wooncultuur van die adellijke families die hier verbleven, hoe die eruit zag. Dat laat je ook zien dat de bewoners hier van Roosendaal belangrijke mensen waren. Dat ze op goede voet stonden met bijvoorbeeld de Oranjes. Daar hadden ze vriendschappelijke banden mee in de 17e eeuw en in de 18e eeuw. Dus wat dat betreft vertelt het verhaal van Roosendaal veel meer dan alleen het verhaal van deze plek. Het vertelt ook een heel groot stuk Gelderse geschiedenis. Ja, en dit weekend zijn dus echt bezoekers welkom. Wat kunnen zij in het weekend doen? Zij kunnen ook het kasteel bezoeken en de tuinen natuurlijk. En dan zullen zij ontvangen worden door bewoners van het kasteel. En dan zullen ze dus een klein beetje een kijkje achter de schermen krijgen hoe het hier ging op dit kasteel. En wat is nou echt de attractie om hier te bezoeken? Nou, altijd al eeuwenlang is de attractie hier in de tuin onze bedriegertjes. Wereldberoemd in Nederland. En wat gebeurt er bij die bedriegertjes? Ja, dan word je natuurlijk ineens bedrogen. Ik zal de verrassing nog niet verklappen. En het kasteel bestaat nu dus 700 jaar. Nog vele jaren die gaan komen? Wat mij betreft gaan we nog een keer 700 erbij optellen. Dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, maar zover kunnen we niet vooruitkijken. Maar we proberen voor de komende eeuw Roosendaal weer nieuwe glans te geven en nieuwe toekomst te geven. Zodanig dat nog meer mensen hiervan komen genieten. Het schiet al aardig op met de bouw van de nieuwe stationshal. Ze zijn inmiddels al zover dat binnenkort het dak erop gaat. De aannemer is bezig met de voorbereidingen en begin juni gaan ze beginnen met het maken van het dak. Het zal gemaakt worden van stalen onderdelen. Dit wordt zo bewerkt dat het lijkt alsof het dak van beton is. Het dak is voor de nieuwe OV-terminal. Deze moet in het najaar van 2015 in gebruik genomen worden. Op 17 mei 2014 was de open dag van de voedselbank. De voedselbank organiseerde deze dag voor alle mensen die wel eens willen weten hoe de voedselbank haar werk doet. Wij spraken met de voorzitter Tom Hillemans. Meneer Hillebrand, vandaag een open dag van de voedselbank. Wat gebeurt er allemaal? Er gebeurt een heleboel. Maar wat vooral belangrijk is, dat we de mensen willen laten zien hoe de voedselbank werkt. Maar daaromheen hebben we natuurlijk ook wat leuke dingetjes gedaan. We hebben een clown uitgenodigd. Dan wordt hier gekookt met recepten, zeg maar, om heel goedkoop te kunnen koken. We hebben een beroemde zanger uit Arnhem hebben we hier die optreedt voor ons. Dus op die manier hebben we het lekker aangekleed. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen echt kunnen zien hoe de voedselbank werkt.
Hoe staat het met de voedselbank? Het wordt natuurlijk steeds minder, de economie, de recessie, zeg maar, is voorbij. Maar hoe gaat het met de voedselbank? Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag als mensen vragen hoe het met de voedselbank gaat. Want enerzijds moet ik dan zeggen, het gaat hartstikke goed. En daar bedoel ik mee organisatorisch en operationeel. Maar eigenlijk is dat heel slecht. Want dat betekent dus dat er meer mensen bij komen die een voedselpakket krijgen, die dat blijkbaar nodig hebben. Dus het is een beetje een lastige vraag. Maar organisatie qua voedselbank gaat prima. Wat wel een probleem is, is dat doordat we zo hard groeien en het voedselaanbod daar niet mee meegroeit, ja, dat het wel steeds moeilijker wordt om mooie volle pakketten te maken. Dus dat baart ons wel zorgen. Maar voor de rest gaat het prima met de voedselbank. Er komen steeds meer mensen bij, dus minder pakketten. Hoe gaat u dat probleem oplossen? Doordat we zijn heel druk in de weer met gesprekken met bedrijfsleven. We proberen daar heel creatief in te zijn. Door afspraken te maken met agrariërs. Dus wat dat betreft, door heel veel creativiteit in te brengen, proberen we zeg maar een breder aanbod los te kunnen halen uit het bedrijfsleven. Ik heb u maandagavond ook gehoord, u had een idee met scholieren. Met appels plukken of appels die niet van de bomen af waren. Klopt dat? Dat klopt, ja. We zijn aan nadenken of wij, en niet alleen voor Arnhem, maar echt landelijk, of wij bijvoorbeeld bij boomgaarden en bij als die geplukt moeten zijn, om dan het naplukken, die laatste appels, dat we dat gaan doen met vrijwilligers, zodat die naar de voedselbank kunnen. Dat geldt overigens niet alleen voor boomgaarden, maar dat geldt bijvoorbeeld ook als er aardappels geoogst zijn, dan blijft er altijd nog wel wat op het land liggen. Wat zou het mooi zijn als wij een beweging in Nederland op gang kunnen krijgen, dat van al die velden waar die aardappelen gerooid zijn, dat dan mensen nalopen om al die laatste restjes op te halen. Dat zou ontzettend veel extra voedsel voor de voedselbank geven. Dus daar zijn we aan nadenken en aan het kijken hoe we dat in Nederland op de kaart kunnen zetten. Kunt u vertellen, wanneer komt iemand in aanmerking voor de voedselbank? Ja, om in aanmerking te komen voor de voedselbank, dan moet je een bepaald bedrag, minimumbedrag per maand voor leefgeld, als dat lager is dan dat bedrag, dan kom je in aanmerking. Alleen dat bedrag, dat is een formule afhankelijk van de gezinssamenstelling. Even simpel voorbeeld, als het één volwassene is, dan is dat 180 euro. En van die 180 euro moet je dus van eten, drinken, kleding van kopen, je sportclub, al je sociale activiteiten. Dat is dus niet veel geld. Dat komt voor een tweede volwassene komt daar 60 euro bij en per kind 50 euro. Dus stel dat je een bijstandsmoeder hebt met twee kinderen, dan praat je dus over 280 euro. En dat is het bedrag per maand dus minder dan die 280 euro, dan kom je in aanmerking voor een voedselpakket. Hoeveel uitgiftepunten heeft u in Arnhem? In de Arnhem en omgeving, dat zijn een achttal gemeenten inclusief Arnhem, hebben wij op dit moment 23 uitgiftepunten. Ons streven is om zeg maar dat de mensen op de fiets naar zo'n uitgiftepunt kunnen. En dat betekent dat we er dus voor gekozen hebben dat we meerdere uitgiftepunten hebben en dat we niet alles op één centrale locatie doen. Dat speelt ook mee dat wij heel graag willen dat we niet een massale fabriek worden waar mensen een pakket komen halen, maar dat we het klein houden, zodat ook het sociale contact, het kop koffie even drinken en even een praatje maken, dat vinden we ook belangrijk. Dus dat is ook de reden dat we het klein houden en dat we dus zoveel uitgiftepunten hebben. Hoe staat het met de vrijwilligers? Heeft u voldoende vrijwilligers of heeft u nog meer vrijwilligers nodig? Die vraag kan ik niet eenduidig beantwoorden. Als we praten over handjes, dan lukt het over het algemeen vrij aardig om daar voldoende van te krijgen. Als je praat over wat meer leidinggevende functies, dan is het vaak wat lastiger. Dus we hebben op dit moment wat vacatures voor leidinggevende functies. En ja, eigenlijk de oproep van mensen kijken op onze website naar www.voedselbankarnhem.nl om te kijken of daar misschien een vacature bij is waarvan je zegt, nou, daar wil ik wel een dag of twee dagen in de week aan besteden. We vragen van niemand dat ze fulltime werken. We zeggen altijd maximaal twee dagen in de week. Maar mensen die een dag in de week beschikbaar hebben, helemaal prima. Hoe gaat het met de open dag? Zijn er veel bezoekers vandaag? Ja, de dag is natuurlijk nog maar halverwege. Maar ik moet zeggen dat het lekker doorstroomt. En eigenlijk al voor 11 uur dat we officieel gaan begonnen, waren de eerste mensen er al. En het loopt lekker door. Dus ja, het loopt wat ons betreft helemaal conform verwachting. Oké, wilt u nog een oproep doen om meer vrijwilligers te krijgen voor uw site? Graag zou ik een oproep willen doen. Voor twee dingen, namelijk enerzijds om inderdaad meer vrijwilligers die de voedselbank willen helpen. En anderzijds zou ik een oproep willen doen, word donateur van de voedselbank Arnhem. Want we hebben natuurlijk ook elk jaar weer opnieuw een hoop centen nodig. Alhoewel we met alleen maar vrijwilligers werken, maar de wagens moeten rijden, het pand moet verzekerd worden, de huisvesting moet betaald worden. Dus dat kost veel geld. Dus word donateur en of schrijf je in als vrijwilliger.
De Duitse bouwketen Bauhaus wil zich gaan vestigen op IJzeloord 2. Er zijn al vergunningen aangevraagd. Volgens de projectontwikkelaar opent Bauhaus over 1,5 tot 2 jaar zijn deuren. Bauhaus is een groothandel die zich op kleine bedrijven en ZZP'ers richt, maar particulieren kunnen er ook terecht. In Nederland zijn er nog geen andere filialen. Er zijn al wel plannen om ook vestigingen in Venlo en Groningen te openen. Afgelopen weekend was de estafettevorm 24 uur wandelen in de strijd tegen kanker. Naast Arnhem wordt dit jaar in nog 27 andere plaatsen in Nederland een samenloop voor hoop georganiseerd. Deze editie is een primeur voor Arnhem. Ivo, wat gebeurt hier vandaag allemaal? Vandaag vindt hier de samenloop voor hoop plaats. We gaan 24 uur wandelen voor KWF. We gaan geld inzamelen, maar we gaan ook het leven vieren en overleden herdenken die aan kanker zijn overleden. En er zijn 12 teams die 24 uur gaan wandelen in estafettevorm. En ze hebben acties gedaan om geld in te zamelen. Ja, we zijn nu van start. 24 uur gaan we nu wandelen hier. Hoe lang ben je ermee bezig geweest met de organisatie? Ik zelf ben in mei vorig jaar ingestapt en toen was het net begonnen. Dus toch wel een jaar mee bezig geweest. Wie lopen er allemaal mee hiervoor? Ja, het zijn teams uit de omgeving Arnhem. Het zijn vaak mensen die hebben allemaal... Iemand in het midden die is overleden aan kanker, of de vijfde cent of in het verleden, het is allemaal iemand die is overleden aan kanker. Dus, Het is emotioneel natuurlijk ook voor mensen, ook een hele zware tocht vandaag. Dat klopt, ja, dus het is echt een tocht van een lach en een traan. Ja, dat ligt dicht bij elkaar, dus merk je aan de openingsceremonie ook, de toespraken. De lach en de traan dicht bij elkaar, ik zag al mensen huilen bij de opening en even later lachen ze weer, Het is een wat emotionele rit dit, maar wel leuk. Heb jij ook met het vreselijke woord kanker te maken gehad? Ja, helaas wel. Ja, in 2008 is mijn vader aan darmkanker overleden. Dus ja, in dat jaar ben ik zelf vader geworden. Zijn wens was nog om een kleindochter te krijgen. En toen hij de ziekte kreeg, was mijn vrouw net zwanger. Dat heeft hij niet meegemaakt? Heeft hij wel meegemaakt? Hij heeft 3 maanden van haar kunnen genieten. Arnhem, goedemiddag. Het is vandaag de samenloop voor hoop. Het is nu 2014. Je zou zeggen, de technologie gaat zo snel. We kunnen tegenwoordig zoveel. Maar wat betreft de ziekte waar we allemaal van weten, staan we nog een beetje in de kinderschoenen of niet? Nee, zeker niet. Kijk, er zijn de afgelopen jaren, tiental jaren, heel veel verbeteringen. Heel veel ziektes hebben de afgelopen 20 jaar 30-40% overlevingswinst geboekt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar borstkanker, wat veel voorkomt, ietsje verder terug na de Tweede Wereldoorlog kreeg 30% van de mensen dat niet terug. En we zitten nu ruim boven de 70. Dat geldt ook niet voor alle vormen van kanker. En om het een chronische ziekte te noemen, zoals sommige mensen wel eens zeggen, daar gaan we naartoe. Daar zijn we nog wel een eind vandaan, dus we hebben nog een heleboel geld nodig voor wetenschap en onderzoek om het te verbeteren. Maar we maken gelukkig nog steeds ieder jaar vorderingen, ieder jaar weer procenten erbij. U bent vrijwilliger die je ondersteunt. Wat doet u precies? Ik zit bij KWF zelf, ben ik aan het helpen. En ik kwam deze mevrouw vandaag tegen vanuit het Toon Hermanshuis, wil ze graag helpen. We hebben net 1 rondje gelopen en ik ondersteun haar en eigenlijk iedereen hier vandaag. Zo dadelijk gaan we nog de kaarsenzakken verder neerzetten. En daar komen straks kaarsen in en die gaan we vanavond aansteken. Die gaan om 9:30 gaan die aan, hè? Ja, die gaan we dan aansteken om 9:30. Denk eens aan een positief moment. Denk eens aan een positief moment. En op het moment dat je al aan een positief moment denkt, ga je al anders ademen. Op het moment dat je aan een positief moment denkt, ga je anders staan. Je krijgt een andere spierspanning. Ik zou je willen vragen, beeld dat positieve moment, beeld dat nou eens in. En zeg tegen jezelf, yes! Toon Hermanshuis draait om vrijwilligers. Wat doen die vrijwilligers allemaal daar? Wij geven workshops voor mensen die met kanker te maken hebben. Of familie daarvan. Wij vangen mensen op. Zo kunnen ze bij ons terecht voor een gesprek. En dat ze zich fijn voelen bij ons. Wij zijn er ook voor opgeleid. Dus dat is ons doel. Waarom is Toon Hermans met vrijwilligers hier op Kranenburg aanwezig vandaag? Wat doen ze precies? Het is de samenloop voor hoop. Dus wij hopen dat de ziekte onder controle kan worden gehouden. En wij zijn hier om gewoon mensen ook eventueel op te vangen die kanker hebben gehad. Dus vandaar dat wij hier zijn. Er zijn mensen die hebben kanker en mensen die hebben kanker gehad, klopt dat? Ja, zeker. Maar ook familie van de mensen. Of vrienden daarvan, die er erg moeilijk moeite mee hebben. Dus we hebben een inloophuis, iedereen kan bij ons binnenlopen. En wij bieden ze wat aan. En dan, als zij dat willen, dan kunnen wij een gesprek met hun. Maar ze kunnen ook gewoon relaxen bij ons. Hoe vindt u dat, dit werk?
Ik vind het echt heel prachtig werk. En de meesten die we hier werken, in Toon Hermanshuis hebben zelf een familielid of een man zelf verloren. Dus wij weten wel hoe het is om zo'n groot verdriet te hebben. Tot slot het weer. Het was vandaag een mooie zonnige dag. Er was een zwakke wind en de temperatuur lag tussen de 21 en 25 graden. Ook vanavond is het zonnig en nog zo'n 19 graden. Het wordt een heldere nacht en het zal afkoelen tot ongeveer 13 tot 15 graden. Morgen wordt het wederom een warme dag. Rond het middaguur zal het zo'n 23 graden zijn en dit zal oplopen tot ongeveer 27 graden. Er is morgen een zwakke wind. Wij wensen u nog een fijne avond en graag tot morgen.